Je evenement, party of any other entertainment, promote je het best in Wat is Gaande. Wat is Gaande is een social media product van DTV Express. Wij komen op jouw gewenste locatie, compleet met cameracrew, en geven jou de gelegenheid live jouw evenement of party te promoten. Contact onze redactie via DTV Express. En van harte welkom. Er is een nieuwe aflevering van ons programma op deze mooie dag. En we zijn helemaal te Para, Groenhartweg. En we zullen dus dan met een geestelijke leider praten over, over geestelijke hulp dat hier geboden wordt. De bijlootwet, maar Groenhartweg is niet zo makkelijke straat als je daar hier toe rijdt met zoveel campus en allerlei dingen. Maar tussenin zijn er mensen die ook andere dingen doen, sociaal werk, maatschappelijk werk, maar ook geestelijk werk. Geestelijke hulp. We praten daarover met pastor Agnes Simpson. Zij is van de buurt en ook van de kerk. Hoe gaat het met u? Nou, het gaat goed. Ik heb wel een beetje een schorre stem, maar voor de rest gaat het goed. Door genade van de Heer. Ja. U bent in de Groenhartweg. Hoe lang al? Permanent. Sinds 2013 ben ik permanent in Groenhartweg. Ik ben begonnen hier in 2004 om hier open te stoten, om een huis te bouwen en hier te huisvesten. Ja. En u bent bewust gekomen naar hier. Hè? Heeft u gekeken naar de buurt? Want sommige mensen kijken even naar de buurt, naar de plaats en ze nemen die stap. Klopt. Het is niet bewust. Dit is echt een opdracht van de Heer. Okay. Ik heb jaren in Nederland gewoond. En vanuit Nederland heeft God mij uitgezonden naar Suriname om het werk hier te doen. Maar gaandeweg, eigenlijk was ik niet van plan hier te zijn. Maar u weet hoe God kan werken. Hij leidt, hij stippelt je weg. En zodoende... Mijn moeder had dit stuk grond en uiteindelijk is het aan mij overgedragen. En zo ben ik dus hier begonnen. En ik ben geconnect geweest met geestelijke leiders. En zo zijn we dus hier gestart met een gemeente. Omdat dat een verzoek was van de Allerhoogste God, Jezus Christus. Ja, we gaan gewoon to the point. We gaan to the point. Als u naar hier rijdt, dan kom je heel wat Bono Campus tegen. Ja. Door de straat heen. Is dat niet, iemand heeft ons nog verteld van, daar woont een Asima. Het is een plaats waar helemaal donker is en een mevrouw die zo een Asima moeten zijn, weet ik veel. Iemand vertelde ons. Dus we hebben te maken met een geestelijke atmosfeer waar er allerlei dingen zweven. Dat klopt ook. Merkt u dat? Ik heb het ervaren. Maar door de jaren heen, er zijn meerdere kerken in de buurt. Uh-huh. En weet u, mensen zeggen altijd, overal weer op een kerkje. Maar ze snappen niet dat omdat die kerken ook opgericht worden, demonen ook verdwijnen uit het gebied. Uh-huh. Want toen ik begon hier, was er geen kerk. En in de tussentijd hebben we 3 tot 4 kerken al in de straat, okay, in de omgeving. En je merkt gewoon dat die demonen zich niet meer zo openlijk vertonen. Ik heb dat van die Asima een keer meegemaakt. Okay. Het was 11:00 s'avonds, ik reed naar huis. En toen zag ik in een boom een vuurbal aan de top van het boom. Ik ben gereden, gelukkig was ik niet alleen. Met nog iemand. We zijn teruggereden naar achteren. Puur om te kijken. Is het wel waar wat ik daar zie? U was niet bang? Ik was niet bang. Ik was nieuwsgierig. Ik wilde het zien. En de volgende dag ben ik teruggekomen om te kijken. Want het was een grote vuurvlam.
Dus de volgende dag hoopte ik droge bladeren te zien. Maar het was, niks was met die boom aan de hand. En toen zag ik dat het een pommerakboom was. Overdag pas hoor. En ik dacht, wauw, dit is wat men noemt asima. Ik heb nog gevraagd van, hoe ziet het eruit? Hoe kan je het herkennen? En specifiek wat ik gezien heb, hebben mensen mij bevestigd. Oh, daar heb je asima gezien. Ja. Ik zou het nooit eerder geweten hebben. Ja. Inderdaad, want we hebben ook ervan gehoord. Maar los van die asima, die Bonu campus hier, hè, ja. Mensen bezoeken die campus, want ze zoeken ook naar hulp. Klopt. In Groenhartweg hebben we er minder nu. Vroeger, toen ik hier woonde, ik moest eigenlijk de mensen verzoeken om naar achteren. Want ik was de laatste bewoner. Daarom is die asfaltering ook hier geëindigd. En als je dus met de auto kwam, en dan had je op de donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, altijd winterprijs. Om toegang te krijgen naar achteren, je moest smeken. Want weerskanten van de wegen, van de Groenhartweg, had je dat auto geparkeerd waren. Mensen stonden op straat met alcohol. En je moest ze echt verzoeken om door te komen. Nu is dat vele malen minder. Het mooie van is dat uit de adressen zelf... Voordat u verder gaat, hè, u praat over Wintipré. Ja. Als u hier woont... Ja. En u bemoeit niet met dat van Wintipré dingen. U bent van een hele andere orde. Ja. Stoort dat u niet? Het is wel storend. Maar we hebben, dat zeg ik u, de laatste jaren is dat hier veel minder geworden. De adressen waar die Wintipré-campus waren. Er zijn ook christenen geboren uit die kampen. Wow. En u ziet hoe almachtig Jezus is. Ik praat over Jezus zodat men weet dat Hij de God is, onze redder en verlosser. Uit die gezinnen zijn christenen geboren, waardoor er minder Wintipré-campus zijn in de weg. En er zijn nog een paar, maar we merken dat het steeds minder wordt. De mensen zijn oud geworden. Een paar van die bonoma's zijn overleden. Het zijn mijn buren. Ik vind het jammer, want ik heb... Eigenlijk altijd wel contact gehad met hun. Ja. Altijd met het evangeliseren. En dan praat je met ze. En dan zeggen ze ook, we kennen Jezus. Ik zeg, waarom neemt u die stap niet? Ja, maar dit hebben onze voorouders ons meegegeven. En het komt door die dwaling. Ja. Want ze denken echt dat Winti iets van God is. Om ze te ja, komt u aan uw geloof, hè? Want als u dat zegt, worden ze wel boos. Want officieel heeft zelf de president ze geaccepteerd. Dus daarmee zou je wel eens rekening moeten houden, toch? Klopt, maar ik heb gewoon... Je kan toch met de mensen praten? Mijn achtergrond. Ik kom ook uit een Wintipré-familie. Die geloofde er heilig in. Ik ben ook een van de eerste die eruit gestapt ben. Ik heb ook daarin ook commentaar gehad. Maar dat maakt niet uit. Als de Heer mij kan roepen... Uit een familie die ook met Winti bezig was. Kan de Heer hun toch ook roepen? Waarom moeten we bang zijn voor die mensen? Waarom moeten wij niet de mensen benaderen? Ik heb ook gehad hoor dat die Bonumans ook hier zijn geweest bij mij. Om met me te praten. Anderen kwamen om voor gebed. Mm-hmm. En dan bid ik met ze. Ik heb ze nooit weggestuurd. Ja. U zegt uit die gezinnen van die Bonumans en vanuit die Wintipré-campus zijn er mensen tot bekering gekomen. Ja. En ik neem aan dat ze met hun bakazi komen. You know, want je hebt die dingen nog, je komt tot bekering. Moeilijk om zo iemand te helpen om Jezus te volgen? Nee, het is niet moeilijk geweest voor mij. Het is ook mijn achtergrond. Mm-hmm. En ze zijn niet hier naartoe geweest allemaal, maar ook naar andere kerken. Ja. In de buurt. En ze zijn bevrijd geworden. Ze dienen Jezus nog steeds. Hun kinderen komen. Zelf de kinderen van die Bonumans komen hier naar de kinderclub. Dan heb je misschien die ouders niet bereikt. Maar je bereikt die kinderen. En dan, dat moeten we waarderen. Ja. Heeft u moeten strijden voor mensen? Ja. We moeten strijden voor mensen nog steeds. Want sommige van die kinderen weten niet eens
dat hun voorouders daarmee bezig waren. U kent dat van geslacht tot geslacht, generatievloeken. Dus die achtervolgen en we strijden nog steeds. Mensen die bezeten waren? Mensen die bezeten. Afgelopen zaterdag hebben we hier nog een bevrijdingsdienst gehad. Mm-hmm. En ik noem haar naam maar, apostel Glenda Lagadou, die is hier geweest. En die heeft ook mensen vrijgezet, altaren verbroken. We zijn altijd bezig en we gaan door. Ja. Als je zo bezig bent te strijden, je bent bezig in het kamp van de duivel om zaken los te krijgen, ja. Zal hij niet stil blijven? Merkt u best wel iets van? We merken wat, maar hij is zo slap. Hij heeft geen kracht. Christus is sterker. Want die overwinning hebben wij steeds weer. En dat bemoedigt, dat geeft kracht. Dat maakt dat wij gewoon verder gaan met het werk van de Heer. En iemand in de chat, want we zijn live, hè? Dit is live TVD-TV, die zegt van... Maar waarom valt ze hindoeïsme niet met rituelen, maar gewoon die winties? Waarom gaan ze niet naar die hindoeïsme en zo? Kijk, je hebt speciaal... God weet wie hij plaatst op een gebied. Mm-hmm. En we zitten in een gebied hier waar men met Winti bezig is. En ja, dan gaat God dat bevrijden. De mensen die met hindoeïsme bezig zijn, in een buurt daarvan. Ik ben zo zeker dat die geestelijke leider de wijsheid van God meekrijgen om dat te elimineren. Ja. Zoals wij ook de kracht en wijsheid van God krijgen om die Winti-cultuur te elimineren. Ja. Ik vind dat zo simpel. Is het de bedoeling dat we na enige tijd helemaal geen Bonucampus meer hier moeten hebben? Laten we dat maar hopen. Maar we weten, zolang de mensheid, zolang Jezus Christus niet teruggekomen is, zal de duivel blijven werken. Daar moeten we ook realistisch zijn. Ja. En we blijven gewoon de goede strijd strijden ja. met Christus. Ja. Ja. Ik heb dit item gehad van zeker twee mensen die mij gebeld hebben en gezegd hebben van hey, dit moeten we naar buiten brengen. De wereld moet het weten. U bent niet alleen bezig met het geestelijke, maar ook sociaal-maatschappelijk bent u bezig. Kunt u even iets daarover zeggen? Nou, om te beginnen ben ik maatschappelijk, sociaal-maatschappelijk begonnen. Toen ik hier kwam was de weg nog niet geasfalteerd. We hadden geen elektriciteit. Er was ook geen water. Samen met mijn buurvrouw, die wel ook een bonne vrouw is. Okay. En je ziet het tot nu toe. Ze is oud geworden. Ik hou heel veel van haar. Uh-huh. Want zij is mijn buurvrouw. Naast dat ze bonne man is, is ze ook mijn buurvrouw. En ik blijf bidden en ze weet het ook. Ik blijf proclameren, u gaat Christus dienen. En ze zegt het ook tegen me. Ja, ik weet het. Ik wacht. Ik blijf bidden met haar. Haar kleinkinderen, haar kinderen komen hier. Dus er is verandering. We moeten blijven vasthouden en blijven bidden voor de mensen. God heeft ons niet geroepen om mensen te veroordelen. Maar we moeten bidden en we moeten het goede werk blijven doen. En het werk wat elk geestelijke leider heeft, elk christen, elk gelovige, is het goede nieuws voortbrengen. En dat is vertellen over Jezus Christus. Maar u vertelde al dat u samen met uw buurvrouw... En buurvrouw en nog een paar andere. Er was een mevrouw hier, die is er niet meer. Mm-hmm. En dat is mevrouw Mahabir. En toen was er een microproject. We hebben een microproject opgericht. We moesten 30 mensen hebben om water aan te vragen. Zodat ze via het microproject water gingen aanleggen. Nou, dat hebben we gehad. Er waren buren die dat niet konden betalen. Mm-hmm. Nou, daarvoor hadden wij, dus ik vooral, ik praat voor mezelf, had ik voor een paar buren betaald. Mooi. Want ik was de laatste. Als we geen 30 man hadden, zouden we geen water hebben. Dus ik heb ook betaald voor die buren, zodat wij water konden hebben. Elektriciteit, mijn buurvrouw en ik en de buurvrouw hiernaast, we hebben tegelijkertijd aangevraagd. Ik was de eerste die het toen kreeg. En daar zie je het voorrecht van God weer naar zijn kinderen. Ik moet het zeggen. En daarnaast hebben de twee buren kort na mij, ook elektriciteit gehad. Maar dat hadden we niet. Met de asfaltering zouden ze stoppen. Want zo'n kilometer hier vandaan was de laatste elektrische paal. En die mensen, tot daar zouden we asfaltering hebben.
Dus het was een fitie. Maar de Heer heeft overwinning gegeven in die tijd. Dat was 2006. Mm-hmm. Ja, 2007 heeft de Heer dat voor ons hier gerealiseerd. Ik geloof best wel in het systeem hoor, want ik hoor mensen dat ook zeggen. Het systeem van niet de hele dag met Jezus op mensen afgaan, maar biedt ze iets aan. Weet je, charisma was dat niet nou, want je kan de hele dag Jezus horen, dan heb ik honger. Klopt. Hoe doe je dat? Hoe doe ik dat? Genade. En ik heb in mijn kring familie en vrienden die me ondersteunen. Ik kook hier. Mensen die kinderen die het moeilijk hebben komen hier eten. Kleding hebben ze gestuurd. We hebben mensen onderdak gegeven. We hebben soms ook huizen gebouwd voor mensen die het moeilijk hadden. Dan is het geen stenen woning, maar een huis, een onderdak. We hebben gezinnen ondersteund die sociaal-maatschappelijk dysfunctionele gezinnen, waar er geen liefde was, de mensen hier geleerd, evangelie gegeven om Christus lief te hebben. En zo dat er gezinnen opgebouwd en bij elkaar bleven. Dat is het werk. Als u hier kijkt, ziet u overal stopcontacten. De meeste van de mensen die hier in de kerk lid zijn, die hebben dus geen elektriciteit achter in de weg. We zijn bezig, ze zijn ook bezig. Ze hebben aangevraagd en we hopen dat EBS ons niet te lang laat wachten. Want de mensen hebben echt elektriciteit nodig. De kinderen kunnen hier van mij internetten, hun schoolwerk doen. En we hebben hier diepvriezen van mensen. Want u weet, als je geen koelkast hebt en je moet elke dag vers kopen. We leven in een moeilijke tijd. Als u hier rondloopt, gaat u zien, u kunt hier kijken, achter u zijn er diepvriezen geplaatst van mensen die dus hier in de buurt wonen en hier hun dingen in de diepvries bewaren. En je betaalt de rekening? Ja, ik heb een lieve zuster die meehelpt. Ja. Hoe moeten wij verder kijken naar de situatie in de buurt? U zegt het is wat minder geworden met die Boone Campus, dat is al een getuigenis. Ja. U gaat voor een Winti-Kampu-vrije Groenhartstraat. Ja, zeker. Kijk, soms zegt men, zoveel kerken in de buurt. Ik zeg, als elk huis een kerk moet worden, hebben we overwinning. Ja. Vroeger was elk huis een Boone Campus, hier in de straat. En nu als het veranderen moet in kerken, dan hebben we toch overwinning. Dan hebben we gewoon overwinning. En het gaat de goede kant op. En laten we dat maar blijven bidden voor en de Heer, op de Heer blijven vertrouwen. Ja. U heeft niet meegenomen dat van u, iemand schrijft het hier hoor, van uw voorouders, want die hadden geen Jezus, zeggen ze, maar andere dingen. Waarom heeft u dat niet blijven volgen? Het woord is in mij ooit geplant. En ga ik ver terug. Ik ben op Taminga gegroeid. En daar is Logos begonnen. Logos is op Taminga begonnen. En Logos deed dat in een klaslokaal, een openbare school. En vanaf toen is het woord geplant. Ik heb een juf gehad. Ze is nog eens gelovig. Ik ben er nog een paar dagen geleden tegengekomen. En het was een openbare school, maar ze had ons verteld over Christus. En ze vertelde ons van, je moet geen bloedworst eten. Het is niet goed. Neem de Heer aan. Ze gaf ons, thuis mochten wij bij haar komen, gaf ze bijbelstudie. En gemeente Logos, die is daar gestart. En ik was als kind daar in de buurt. Weliswaar heb ik de Heer niet gelijk aangenomen, maar ze hebben wel wat in mij geplant. Ja. En daarom ben ik ook met de kinderen hier in Para bezig. Want later, die zaad die toen gezaaid is, is uitgekomen. En ik mag die juffrouw echt dankbaar zijn, want zij is mee begonnen om dat in ons te planten. Daarna is gemeente Logos op die school begonnen om het evangelie te verkondigen daar in de buurt. Dus
Dus ik heb het toch van die mensen kunnen krijgen. En het is nooit meer uit me gegaan. Totdat de Heer zei van nu is het genoeg. Ja. Ik ga het je overgeven. Ja. We gaan dit interview moeten afronden, mevrouw Simpson. Wat geeft u mee aan de mensen van Para? En in het bijzonder de mensen van de Groenhartweg. Ik geef ze mee om liefde voor elkaar te hebben. Zonder liefde bereiken we niks. Het is nu geworden dat, de Bijbel zegt het ook, de laatste dagen zal de liefde verkild worden. Ik verzoek de mensen, pardon, in de buurt, om liefde voor elkaar te hebben, ongeacht hun achtergronden. En Jezus leeft. Ik doe een oproep aan de buurt. Bekeert u zich. Geef uzelf over aan de Heer. Hij is alleen de enige die die wonderbaarlijke dingen in ons leven kan doen. En als ze zich overgeven aan God, laten ze niet vrezen. Hij is het die de wonderen verricht. Hij zal die wonderen verrichten in ons leven. Ja, dan wil ik toch deze vraag stellen. Want iemand zegt, vele mensen doen bono om aan, aan financiën te komen. En soms is het niet om ogri, maar aan geld te komen. Als we dat weghalen, hoe dan? We moeten dat weghalen. Hoe dan? Op Christus moeten wij bouwen. En ik doe dat toch ook niet. Andere christenen doen dat toch ook niet. Maar de Heer voorziet voor ons. Ik ben een alleenstaande vrouw. Maar ik heb hier zoveel kinderen die te eten krijgen. De gemeente. We koken elke zondag na de dienst. Wie doet dat? De Heer die voorziet. Mensen moeten op God gaan vertrouwen. En ze moeten meer dichterbij komen om het woord aan te horen. Want vaak genoeg luisteren ze niet. Er zijn oproepen via televisie. Mensen delen traktaten uit over Christus. En ze doen het weg. Maar we moeten gaan onderzoeken. Waarom onderzoeken ze wel wat die Winti kan en niet wat God kan? Laten ze eens een keertje het anders gaan doen. Om erbij te gaan zitten, nadenken. Wie is Christus? Waarom is er zo'n grote groep die deze Christus dienen? Dan zullen ze die antwoorden krijgen. Want hij heeft die antwoorden. Ja. Iemand zegt, Gracia Pinas, die woont hier in de straat, helemaal achterin. En die zegt van, mevrouw, hoe moet ik mee stroom en water aansluiten in de Groenhartweg? Zandgedeelte. Zandgedeelte. Collectief. En aanvragen. Want dat hebben wij in het verleden gedaan. Anders had ik ook geen water. De mensen moeten bij elkaar komen. Tegenwoordig hebben mensen die liefde niet meer. Toen ik hier kwam, ben ik naar mijn buren gegaan. Ik heb kennis gemaakt. Ik heb met de mensen gesproken. Mensen komen wonen en die groeten niet meer. Die praten niet meer. Die vragen ook niks. Dan is de vraag niet beantwoord. Want als ze hier kwam en ze had kennis gemaakt met haar buren, zou ze weten hoe wij dat toen gedaan hebben om dan die stap te maken. En daarom zeg ik, waar is die liefde? We moeten weer terug naar de basis. En dat is het gebod wat Christus ons gegeven heeft. We moeten liefde voor elkaar hebben. Ja. En dan komen we er wel. Oké, nog een laatste vraag. Iemand vraagt je, waarom moet je geen bloedworst eten? Omdat Jezus is aan het kruis gestorven. En zijn bloed vloeit over voor iedereen. Bekeerde, zowel onbekeerde. En het staat ook in de Bijbel dat wij geen bloed mogen eten. En bloedworst is, het is iets, is bloed. En daar moeten we vanaf blijven. Ja. We gaan afsluiten. Ik vond het bijzonder om u te spreken, mevrouw Simpson. Ja. En we wensen u heel veel succes met wat u doet in deze buurt. Dank u wel. Dank u wel. En zo hebben wij gesproken met een zeer enthousiaste, maar ook zelfverzekerde mevrouw. Mevrouw Agnes Simpson, ze is pastor hier bij Jehovah Jireh Ministries aan de Groenhartweg. En natuurlijk, de buren, jullie weten het, jullie kunnen altijd hier komen en zaken bespreken. We gaan eruit. We moeten terug naar de stad. Ik bedank u voor het willen kijken. Mijn naam is Roberto Ormskerk, Damien Boerne. Ik ben Gerald Harderwijk. Tot zo. Je evenement, party of any other entertainment, promote je het best in Wat is Gaande.
Wat is gaande is een social media product van DTV Express. Wij komen op jouw gewenste locatie, compleet met cameracrew, en geven jou de gelegenheid live jouw evenement of party te promoten. Contact onze redactie via DTV Express.